Mijn naam is Elma Rijmakers en ik ben onderzoeker ziekte en plagen bij het IRS. In dit filmpje staan we stil bij vergelingsziekte, de wekelijkse waarnemingen om de schadedrempel te bepalen en de beheersing van bladluizen en daarmee vergelingsziekte. Vergelingsziekte veroorzaakt ronde, gele plekken. Bij zeer vroege infecties kan schade door deze virussen oplopen tot wel 50%. Voor het beheersen van vergelingsziekte is het belangrijk dat er wordt ingegrepen met insecticide zodra de schadedrempel van het aantal groene bladluizen wordt overschreden. Deze loopt op van 2 groene bladluizen per 10 planten in april naar meer dan 50 per 10 planten in de eerste helft van juli. Na 15 juli is ingrijpen niet meer rendabel. Dit komt omdat symptomen zich pas na 6 weken uiten en de biet half juli bovendien dan al een redelijke wortel heeft gevormd. Wekelijks tellen medewerkers van Cozen Beet Company en Delphi groene bladluizen op bietenpercelen. De kleur van de icoontjes geeft aan of de schadedrempel op het betreffende perceel is overschreden. Bij meerdere overschrijdingen van de schadedrempel in een bepaald gebied ontvangt u een sms om uw eigen percelen te controleren. Bij het bekijken van de plant is het advies om alle bladeren aan zowel boven- als onderzijde te bekijken. Bladluizen houden zich vaak ook schuil in de hartbladeren en dan met name in de opgerolde bladrandjes. Door de hartbladeren te verwijderen en open te rollen zijn ook hier de groene perzikluizen makkelijk te tellen. Op het moment dat er zwarte bonenluizen op een plant aanwezig zijn, dan zijn groene perzikluizen vaak minder goed zichtbaar. Als u meer groene bladluizen vindt dan de schadedrempel, dan is ingrijpen noodzakelijk. Omdat natuurlijke vijanden een grote rol spelen in de beheersing van bladluizen, adviseren wij middelen te gebruiken die vriendelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Om vergelingsziekte te beheersen is wekelijks waarnemen tot half juli nodig. Meer informatie over toegelaten middelen is te vinden op www.irs.nl/luis.